Bingo Town! Nou, terwijl de nieuw bier wordt gehaald, zijn wij hier dus Thomas en ik geef een high five. Wednesday Night Fun! Nou, dus wij gaan vandaag Little Big Planet spelen op vele verzoeken, omdat dit nog niet gespeeld is op Banjo Town. Nee. Oh, dan komt een biertje wat je aangereikt, zodat wij kunnen beginnen met Little Big Planet. Het schijnt ook een heel realistisch spel te zijn. Proost. Het schijnt ook echt een heel realistisch spel te zijn. Ja? Ja, en ook moeilijk. Dat is Bloodborne. Oh, kijk! Oh, wacht. Oh. Kijk hoe mijn poppetje eruit ziet. Dat kan. Dat is niet acceptabel. Nee, ik pas ook even mijn poppetje aan. Oh, ik druk op opnieuw. Dat wil ik helemaal niet. Oh, ik pas eerst de mijne aan. Daarna doen we die jou wel. Personage aanpassen. Ik kan het tegelijkertijd. Oh, leuk. Oh, dit was mijn rood kapje kostuum. Had ik die de vorige keer ook? Oké, okay, kijk, ik heb een hipsterhoedje. Ik heb. Oh yeah! Ik ga geen namen noemen, hoed. Ja, dat is het ding van Banjo Town. Oké, dit is wel spacey. Witte tanden. Kijk dan, ik heb pupillen, jongen. Alsof ik pillen heb gehad hier. Kijk mijne. Beetje Herobrine ogen. Ja, echt hè. ja, als jij dat vindt, moet je dat doen. Ah, oké, cool. Ja, steek het in je reet. Maar jij hebt al een jaartje. Ga ik wel voor deze. Nee, dat is een beetje een padvinder. Je moet wel een beetje stoer, maar toch elegant, hè? Ja, maar ik ga geen padvinder zijn. Je hebt ook een cape. God, we hebben te weinig dingen. Waar is die snor en zo die we eerst hadden? Ik weet ook niet, ik zit ook helemaal te kijken. We hebben weinig ineens, hè? Ik ga voor dit hoofd. Wow, ik ben de bad guy volgens mij. Wow. Hop. Even. Ja, weet je, volgens mij is het ook een goed zo. Ja, wel. Er zit echt in wild te maken. Oké. Volg mij. Ruinator. Wow. Wow, dude. Zeg je in het begin en je doet dit als eerst. Dit is het eerst wat je doet. Ja, is goed. Wow. Thomas, alsjeblieft, verneuk dit nou niet. Je hebt mij al vermoord. En terecht. Oké. No biggie. Oké, alles gemist. Echt hoor. Leg je mij om, mis je alles. Ik wacht wel geduldig. Ja, wacht maar. Ik weet ook niet wat ik anders moet doen. Wow. Dat is helemaal geflipt, joh. Oh, hier kom je weer. Daar ben ik weer. Oké. De hele wereld valt wel echt, het stort wel echt in. Maar dit is ook Doomsday, hè? Dit is de finale. Wow. Waar? Oh, kijk, zie, dat is de bad guy en ik zie er precies hetzelfde uit als de bad guy. Oh wow, dus het kan verwarrend zijn. Ja. Oké, dit schijnt zo. Het wordt heter zo. Oké! Oh, Thomas! Juist, tegen het heet aan, heel. Oh. We zijn hartstikke dood. Weet je wat we dan doen? Pannetjes storen. Oh, dit gaat fout. Wat doe je nou? Ik heb iets om aan te melden. Ga dan gewoon naar Little Big Planet terug. Kunnen rustig zijn en kunnen bespreken, Thomas. Oké, we gaan weer. Oh, oké, dan doen we het zo. Oh, nee. Jij, dit moet jij? Oh, dit moet ik doen, sorry. Jij drinkt. Je bent echt een. Heb je al een fantastische nieuwe automaat? Zo'n lange laadscherm en dan kies je er eindelijk voor om het toch maar te lezen. Ja, echt, dus over, moet ook iets. Oké, okay, let's go. Ik zit vast hier. Oké, okay, nou. Wat? Wat was dat dan? Oké, kijk uit. Het. Ik ga je niet weer vermoorden, althans. Ik kan niks beloven natuurlijk. Oké. Spring erop. Oké, dat ben ik. Nee! 1, 2, oh ja! We hebben ze alle drie. Zo zijn wij bij Banjo Town. Wij zijn pro's. Wij bij Banjo Town missen niks op een paar dingen aan. Oh! Zo helemaal geflipt, die jongen. Die mechanische hand, hè? Hij is echt gestoord. Nou, wat zou jij doen als eerst als je een mechanische hand had? Naar huis. Naar huis? Oh, als ik een mechanische hand had. Heeft hij een mechanische hand, gaat hij naar huis. Ik dacht als ik een mechanische hand zo tegenkwam als in dit spel, zou ik naar huis gaan. Oh, zo. Ja, als je hem had, als jij... Fappen? Fappen. Ja, ik zit er zo te denken. Ik ben best benieuwd hoe dat is om te fappen met een mechanische hand. Hij slaat als goed aan jouw kant slaat. Oh nee, hij slaat op mijn kant als eerste. Ja, hij slaat! Ja, dat was mis. En nu gaat hij geflipt worden. Oh, ik ben eraf gevallen. Ik ben er al op. Oké, je had de andere kant beter te maken.
En dan nu deze. Deze, kijk, komt hij eraan, komt hij eraan, komt hij eraan, komt eraan, komt eraan. Ja, daar komt er aan, daar komt er aan, daar komt er. 3, 2, 1 en nu! Ja! Oh! Zag je hoe dat doen? Hij is een nerd. Je ziet dat stukje bacon uit zijn bek hangen. Oké, als jij nou de ene kant heet maakt, maak ik de andere. Ja, als jij die ene kant heet maakt, pak ik er wat op. Oh, en die stinkende ballen moet je wegblazen. Heeft die stinkende ballen dit ding? Nee, dit is stinkende hete ballen. We gaan echt dit niveau bereiken, ja? Oh god, wat doet hij nou? Dat ding is geflipt, hè? Hij schuimt op zijn bek, joh. Het schuim op zijn bek. Ja, bacon uit zijn bek. Oké, ja. Je hebt hem niet heet gemaakt, Bart. Nee, ik was ermee bezig. Oké. Oh, hij heeft mij geraakt. Oh, hoor hem ook ha-ha-ha zeggen, hè. Alsof hij beter is dan ons. Oké, kom eraan. Doe hem heet. Nee, te laat. Je zuigt hem. Oh, ik flash op weer naar jou, dan ben ik weer dood. Oh. Sorry, nu ben ik echt heel erg aan het verneuken. Nu pas. Oh, ik ben weer dood. Oh, jeetje, mineetje. Ja, elkaar. Kijk, ik doe het wel. Ja, oké, nu moet ik even toegeven. Alles wat ik hiervoor heb laten zien na een herhaling is nu voor mijzelf. Ja. Oh, ik ben weer dood. Ik ben weer dood. Volgens mij ben ik. Oh, ik ben alweer dood. Thomas, je bent echt nu als een held, jongen. Godverdomme. Ik blaas als een stinkende bal. Oh. Nou, nu ben jij een keer dood. Nou, terecht. Oké, ga verslaan. Wat? Oh! Wat? Het ding gaat nu heen en weer gewoon. Ja, hij maakt het ineens de vloer heet. Van huis. God damn it, Thomas. Kom op, de laatste poging, nu gaan we het doen. Nu laten we dit ding zien waar wij van genaakt zijn bij Banjo Town. De mechanische rukker. Zo noemen we deze eigenlijk. Wat? Hij heeft toch vieze kokende ballen en laat het erover aftrekken met mechanische handen. Dat is wel. En dan noem ik hem de mechanische rukker en dan kijk jij me aan alsof ik het spel heb verneukt, wat ik ook net heb gedaan. Ja. Eerste ronde had jij verneukt, tweede heb ik verneukt. Nou, op een gegeven moment deed ik het ook slecht hoor. Dat moet je dan gewoon nu niet zeggen. Oké, nee, de tweede ging goed. Je bent 1 keer gestorven, ik ben echt 8 keer gestorven. Ik ben best wel vaak gestorven. Oh, dat heb ik niks gezegd. Oh, kijk nou, die Thomas pakt zo de ballen. Ja, alleen die ballen die zijn niks meer waard, die hebben we al. Ja, daarom. Klopt, nou, pak hem toch. Kijk, okay, overleef de mechanische hand. Oh nee. Kut, okay. Als ze wegsprongen. En we zijn terug bij waar we er net ook al waren. Ja, we zijn terug. Ja, nou, kom maar de boel mollen, niet jij, dat doet hij wel. Ik moet ook heel naar de passen. Echt waar? Ja, dat is juist. Nee, dit is, ik snap het spannend. Dit is het moment. Oké, hoe vaak moeten we dat ding raken? Normaal gesproken game logic niet. Oké, ik spal hem af. Heel goed deze foto's. Pak aan, daar heb je nog niks aan. Wow! Oké, nu gaat hij voor de wilde. Nou is het heel belangrijk dat we het weten hebben. Ja, Thomas, go, 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 go. Oh, motherfucker, ik zit vast in mijn scherm. Oké, nou, ook ik pak die. Pak deze mee. Kerst voor de ballen. Ze hete ballen zijn gesplit, hoor. Die hete ballen van hem, hè? Dan vinden de vrouwtjes wel heet. Oké, goed slapen. Wow, okay. Oh, net mis! Okay. Oh, oké. Okay. Hou die controle, hou die controle, hou hem mee. Kijk, kijk. Go! Oké, dit is belangrijk. Voor jou, kom op. Go! Hey! Kijk, zo doen we dat. We ponen hem. We laten zien wie hier de baas is. Maar straks gaat hij slaan met een heet effectje. Die bacon uit zijn bek. Kijk, oh, die ballen weer. Hij spuurt weer hete bitterballen. Wow! Wow, wow, wow! Weg, ballen weg! Houd er, je moet die hete ballen uit het veld. Kijk uit, nu heeft hij iets hete ondervondje. Oké, en we hebben hem gepoond. Oké, nu snel, laat op! Oké, nu slaat hij met 2 vuisten, 2 hete ondervondjes. Go! Voor jou, wat? Oh, dat is nummer 3. En hij is kapot. Is hij kapot? We hebben hem! Boeien, motherfucker! Wie denk je dat je bent? Little Big Planet Pros! Ga niet fucking met Banjo Town. Oké, we hebben het lef uit. Dan kunnen we weer normaal. Oké, ik val al in. Dankjewel, Rick. Ik begrijp dat ik nodig ben. Ik lag zo lekker op die bank. Gewoon te kijken naar deze schreeuwende mannen. Ik dacht nog bij mezelf, ik geef jou de optie om daar te blijven liggen door gewoon alleen maar in de camera te lachen. Ik lach heel subtiel. Nee. Ja, ik bedoel niet dat jij daar lag, ik bedoel dat ik lach naar de camera. Oh, ja. Ook goed. Wat een wow, man. Hero Brian. Ik heb veel gemist, maar dit is niet goed. Hallo, mami. Holy shit. Deze game is echt fucked up. Ja, die met die rape scene, alles jongen.
We hebben dus net de bos verslagen ofzo. Ja, volgens mij wel. Oh, die linker ben ik, die rechter is Thomas. Hij belazert je. Ja. Oh, daar is Thomas weer. Oh, Thomas, kom maar. Het is niet wat je denkt, Thomas. Oh, kom. Oh, jee. Oh, het was jee. Gewoon heel even. Ik schaam me. Dit is ongemakkelijk. Nu is het ongemakkelijk. Sorry, man. Pak je. Kom maar weer zitten. Man. Spijt me, man. Doe maar eens dit is niet gebeurd. Dit is ook niet wat je denkt dat het is. Switch je gewoon weer door. Hier gaan we nog een harde gordje even praten, hoor. Het spijt me, oké? Dat kan verder. Sorry. Domkop, wat heb je gedaan? Bunkum gaat ten onder. Jij doet de volgende zin. Oh. Ten onder? Nee. Met de titanen is onze macht bakken. De vrolijkste, blijste picknickplek maken van de hele fantasiesfeer. En zonder jou was het. En zonder jou was het niet gelukt, maatje. Of dat was jouw tekst of zo. Kom, titanen, we maken Bunkum weer Bunkum. Hij is een bad guy, of niet? Hij is echt een bad. Maar hij is ook echt een getwiste motherfucker. Ik snap ook niet wat hij nou was. Nee, hij is gewoon gek in zijn hoofd. Echt hoor, die man die flipt een hele pan uit gewoon. Zo iemand als hem moet je per direct afschieten. Nekspot. Maar dat wil dus zeggen dat degene die we net verslagen hebben gewoon goed was. Oh mijn god, we hebben het fout gemaakt. Al die moeite. Nee, hij gaat dus. Hij zegt dat hij ons gaat vernietigen, hè? Hij zegt het nu letterlijk. Not on my watch. Oh man, weet je wat we doen? We pauzeren het hier. Jij bent toch dood. We hebben dus per ongeluk deze aflevering heel veel moeite gedaan om de verkeerde bad guy te vermoorden. Ja. Wij willen onze excuses aanbieden aan de makers van Little Big Planet. Dat wij deze video op YouTube hebben gezet. Ja. En dat wij dus de verkeerde hebben vermoord. Geef dan vooral een blauw duimpje hier beneden. Abonneer hier beneden. Stuur hem door naar je vrienden. En zodat je mee kan praten. Hoe zou jij tegen je vrienden sorry zeggen? Zoals ik nu tegen Thomas bedoel. Laat het weten hier beneden. Woehoe. Later!